aanwezigen. Volgens de traditie van deze universiteit open ik deze academische plechtigheid met de volgende woorden. Gratias, sorry, Spiritus Sancti Gratia, Illuminet Sensus et Corda Nostra. Gaat u zitten. Van harte welkom bij de oratie van professor Neil Nadif Kasri. Professor Nadif Kasri is per 1 maart 2022 benoemd tot hoogleraar Medical Neuroscience voor Neurodevelopmental Disorders aan de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. Mijn naam is Jan Smit, ik ben decaan van de faculteit Medische Wetenschappen, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboud UMC en ik mag vanmiddag ook rector magnificus zijn tijdens deze mooie plechtigheid. Heel fijn dat u in zo grote getale aanwezig bent bij deze plechtigheid en een heel bijzonder welkom uiteraard aan de gasten van Nieuw, in het bijzonder zijn echtgenote Mise, dochter Sarah, broer, echtgenote van de broer en de kinderen. Heel fijn dat jullie er zijn en uiteraard ook een heel hartelijk welkom aan de collega en andere gasten van professor Nadif Kasri. De titel van de oratie luidt Bouwen aan het brein van de toekomst. Een heel prikkelende titel en we zijn vol verwachting van de reden die uitgesproken gaat worden. Ik zal nog enkele woorden ter introductie spreken ook. Professor Nadif Kasri is opgeleid tot biochemicus aan de Universiteit van Leuven. In 2004 promoveerde hij bij de afdeling fysiologie op zijn proefschrift bij professor De Smet, die hier ook aanwezig is. Een hartelijk welkom ook. Daarna werkte hij in Cold Spring Harbor Laboratory in de Verenigde Staten, waar hij voor het eerst met hersencellen ging werken. Althans, zijn brein was natuurlijk al aanwezig, maar hij ging toen met hersencellen buiten zijn eigen lichaam werken. Sinds 2010 leidt Kasri zijn eigen onderzoeksgroep bij het Donders Instituut binnen het Radboud UMC. En zijn onderzoek richt zich op in het laboratorium gekweekte hersenorganoïden. En wat dat zijn, zullen we zo dadelijk gaan horen, vanuit bloed- of huidcellen. En met deze organoïden onderzoekt hij de ontwikkeling van de hersenen en met name hoe genetische fouten tot aandoeningen kunnen leiden en welke therapie kan helpen. Hij kreeg voor zijn werk grote subsidies van onder andere ZonMW en de Simons Foundation en in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. En naast onderzoeker is, zoals dat aan onze universiteit ook gewaardeerd wordt, een hele goede docent en begeleider van studenten en promovendi. Ik geef heel graag het woord aan professor Nadif Kasri. Beste vrienden, familie, collega's, zeer gewaardeerde toehoorders. Ik wil jullie terug meenemen in de tijd, naar mei 2015. Hooggeleerde van Bokhoven, enig idee waar we toe waren. Hooggeleerde Elgersma, enig idee. Op dat moment bevond ik mij op het prachtige eiland Kreta, waar ik deelnam aan de conferentie georganiseerd door professor Van Bokhoven. Op een zonnige dag kreeg ik via een app een filmpje toegestuurd door Monika, een van de onderzoekers in mijn groep. En deze wil ik even met jullie delen. Nou, wat is er nu zo bijzonder aan dit filmpje, hoor ik jullie al denken. Wel, het toont de eerste opname in ons lab van een menselijke zenuwcel dat een elektrisch signaal verzendt. Wat we ook een actiepotentiaal noemen. En ik wil het filmpje nog eens afspelen, maar nu met geluid. Yeah! Nou, je hoort duidelijk de opwinding in Monika's stem. Dit is het geluid van een gelukkige onderzoeker. Inderdaad, na jaren werken eraan was het gelukt. Het was ons eindelijk gelukt om vanuit een menselijke stamcel in een kweekbakje een zenuwcel te maken dat elektrisch actief was. 3 jaar eerder hadden we ons voorgenomen om het roer om te gooien en gebruik te maken van nieuwe technologieën, stamceltechnologie.
om breintjes te bouwen in het lab. Dit om hersenaandoeningen beter te begrijpen. Dit was een moment van pure vreugde. Een moment dat in de wetenschap vaak lang op zich laat wachten. Een moment van verwondering. Eén ieder hier van ons zal zulke momenten wel herkennen. Het moment dat alles perfect in elkaar past. Het moment dat ineens iets onverwachts ziet, dat het kwartje valt. En het was trouwens niet de laatste keer dat ik dit soort berichtjes zou krijgen via de e-mail of app. Toevallig natuurlijk altijd als ik in het buitenland was. Jullie kunnen al raden welke les ik hieruit geleerd heb. Het begrijpen van ons brein staat centraal in deze verwondering. Ons brein is een buitengewoon ingenieus bouwwerk, die van complexiteit met het blote oog verborgen blijft. In de komende 40 minuten wil ik graag mijn fascinatie voor het menselijk brein met jullie delen. Ik wil praten over de ontwikkeling van het menselijk brein en hoe moderne technologieën ons in staat stellen om het te bestuderen, te begrijpen en zelfs te beïnvloeden. Daarnaast wil ik uitleggen hoe ik deze kennis in de komende jaren wil toepassen voor medische doeleinden. Wat de kern zal vormen van mijn leerstoel, medische neurobiologie voor neuronale ontwikkelingsaandoeningen. Albert Einstein schreef ooit aan een vriend: ik heb geen bijzondere talenten. Ik ben alleen enorm nieuwsgierig. Deze eigenschap deelt hij met veel wetenschappers, kunstenaars en grote geesten. Verwondering en nieuwsgierig zijn echter niet exclusief voor wetenschappers en kunstenaars. Verwondering is een universeel menselijke eigenschap. Van nature uit zijn we allemaal nieuwsgierig. Als kinderen zien we de wereld als een bron van wonderen. We willen alles weten, van waarom de zee blauw is, de aarde rond. Ieder ouder herkent dit wel. Op verbeelding staat dan ook geen rem. Kinderen zijn eigenlijk allemaal wetenschappers. Helaas lijken de meesten van ons ergens tijdens de volwassenheid dat vuur voor nieuwsgierigheid te verliezen. In het dagelijks leven lijkt er weinig ruimte te zijn voor verbeelding of verwondering. Dingen zijn vaak zoals ze zijn. In haar boek Ode aan de Verwondering beschrijft Caroline Powers, voormalige rector van de VUB, de nood aan verwondering in het leven en de wetenschap. En ik citeer: verwondering geeft het leven kleur en betekenis. Verwondering drijft ons voort, stimuleert ons om onze talenten te ontwikkelen, onze grenzen te verleggen en boven onszelf uit te stijgen. Wanneer verwondering verdwijnt, wordt alles grijs, saai en liggen teleurstelling op de loer. Wordt mij wel eens gevraagd wat ik nu zo bijzonder vind als mijn werk als wetenschapper? Waarom doe ik wat ik doe? Iets waar ik bij het schrijven van deze oratie natuurlijk goed heb over nagedacht. Het antwoord varieert van dag tot dag. Maar misschien is het wel dat ik gewoon kind mag blijven. Dat ik elke dag op zoek mag naar de verwondering. Marie Curie formuleerde het als volgt. Een wetenschapper in zijn laboratorium is niet alleen maar een technicus. Hij is ook een kind dat geconfronteerd wordt met natuurverschijnselen die net zoveel indruk op hem maken als spookjes. En daar kan ik mij helemaal in vinden. Vraag natuurlijk is of er al vroeg in mij een wetenschapper schuilde. Ik kan mij vooral herinneren dat ik graag mijn speelgoed uit elkaar haalde en om dan met weinig succes weer in elkaar te steken. Toch ben ik bij de voorbereiding van deze oratie naar wat hints gaan zoeken in mijn verleden. Met het weinige geld dat ik had, kocht ik rond mijn 10e verjaardag mijn eerste boek. Een detectiveverhaal waarbij je zelf na elk hoofdstuk moest beslissen wat de hoofdrolspeler moest doen om de misdaad op te lossen. Mijn tweede boek was al interessanter. Namelijk een boek over materie, over natuurkundige en scheikundige processen in het dagelijks leven. Eerlijk gezegd, geen idee wat mij toen bezielde, maar ik neem aan dat de mooie kleuren van de cover hier iets mee te maken hadden. Mijn andere jeugdidolen gaven meer prijs. Kuifje, en dan vooral verstrooide professor Zonnebloem. Een zeer bijzonder karakter. Natuurlijk verstrooid, altijd bezig met interessante uitvindingen. Zo bouwde hij de eerste raket naar de maan. En vond hij ook een pil uit waardoor je geen alcohol meer lust. Misschien nog iets interessants voor op het trapboot. Hij reisde vaak, hij droeg nooit een labojas, gaf nooit college en we zagen hem nooit grijnschrijven. Laten we zeggen, een heel romantisch beeld van de professor. En dan natuurlijk professor Barbas, uit Suske en Wiske. Vooral zijn tijdsmachine vond ik toen geweldig. Wat als die tijdsmachine bestond? Mijn fascinatie voor het brein heeft waarschijnlijk te maken met de universele fascinatie hiervoor.
Iedereen wil toch wel weten wat de mens nu zo bijzonder maakt, toch? Wel, wat stelt mij in staat om deze vragen te stellen en ze te beantwoorden? Het antwoord kent u allemaal. Inderdaad, ons brein. Ons brein, het menselijk brein, is op veel verschillende manieren uniek. Het menselijk brein is groter in verhouding tot de andere zoogdieren. Het is niet alleen groot en rijk aan zenuwcellen, maar het bevat ook unieke soorten zenuwcellen. Bovendien verloopt de ontwikkeling ervan intrinsiek traag, wat betekent dat het een langdurig proces is. Traag is hier wel een relatief begrip. Naar schatting groeit het menselijk brein aan een snelheid van 250.000 zenuwcellen per minuut. Ons brein is eigenlijk een enorme informatieverwerkende machine. Die kan worden opgesplitst in netwerken. Die bestaan uit zenuwcellen en ondersteund door niet-neuronale cellen, de zogenaamde gliacellen. 86 miljard cellen, samen met elkaar in verbinding, via zo'n 300.000 kilometer aan axonen, de uitlopers van de zenuwcellen, die elk met elkaar verbonden zijn door synapsen. En synapsen zijn dan weer de fundamentele informatieverwerkende eenheden van de hersenen. Synapsen verbinden neuronen. Ze dragen informatie over, maar ze verwerken ook de informatie. Deze complexiteit is wat ons in staat stelt om een breed scala aan cognitieve taken uit te voeren. Van eenvoudige sensorische waarnemingen tot taal, beweging, abstract denken en problemen oplossen. Zoals ik al eerder zei, is de fascinatie voor het menselijk brein universeel en ook al eeuwenoud. Leonardo da Vinci stond bekend om zijn diepgaande interesse in anatomie en de werking van het menselijk lichaam. In zijn schetsboeken vinden we aantekeningen en tekeningen die getuigen van zijn vroege nieuwsgierigheid naar het brein. Op zoek naar de locatie van de ziel. En probeerde het functioneren van de geest te begrijpen. Hij dacht dat de ventrikels van de hersenen, die met de met vloeistof gevulde ruimtes, verantwoordelijk waren voor de belangrijkste functies ervan. Interessant genoeg was zijn impact op het begrijpen van het brein vrij bescheiden. En dat meestal voor twee redenen. Door zijn voorliefde voor dieren wilde hij eigenlijk geen experimenten doen. En het feit dat zijn werk eigenlijk nooit gepubliceerd is over het brein, maar slechts veel later tussen zijn aantekeningen werd teruggevonden. Echter, het was pas 150 jaar geleden, dankzij de inspanningen van de Spaanse neuroanatoom, Ramón y Cajal, dat we daadwerkelijk zijn beginnen begrijpen dat het brein uit afzonderlijke cellen bestaat. Het was toen een revolutionair idee dat de basis legde voor ons begrip van neuronale communicatie en synapsen, die tot op heden de basis vormen van onze kennis van de hersenen. Het zijn zijn observaties en tekeningen die generaties lang neurowetenschappen beïnvloed hebben, tot de dag van vandaag. Maar ook mij beïnvloed hebben. Ik herinner me nog toen ik voor de eerste keer een gekleurde zenuwcel zag onder de microscoop. Urenlang kon ik ernaar staren. En tot op de dag van vandaag vind ik dit bijzonder. Een zenuwcel in al zijn complexiteit, met tientallen uitlopers en duizenden synapsen. Voor mij is het geen twijfel. Het zijn de mooiste cellen van ons lichaam. We weten nu dat de hersenen bestaan uit een grote diversiteit aan cellen. Hoewel er geen consensus bestaat, varieert de schatting van een paar honderd tot zelfs duizend verschillende celtypen. Een zeer complex en ingenieus geheel, dat bij elk individu vanaf de conceptie weer naadloos in elkaar gestoken wordt. Maar hoe werkt dit dan? Zoals elk orgaan uit ons lichaam staat alles met een stamcel. Een stamcel heeft de eigenschap om oneindig te delen en kan ook elke cel worden in ons lichaam. Tijdens ontwikkeling kan de stamcel de instructie krijgen om een bepaalde cel te worden. Dit gebeurt dan doordat bepaalde genen aan- en uitgezet worden. Door verschillende combinaties van genen aan en uit te zetten, kan een stamcel veranderen in een andere celtype, zoals een spiercel, hartcel, levercel. Zo wordt uiteindelijk het brein opgebouwd, het lichaam opgebouwd. De opbouw van de hersenen lijkt op die van ons lichaam, waarbij de ontwikkeling begint met hersenstamcellen, die zich verder specialiseren in verschillende hersencellen. Ook hier zorgen genen die aan- en uitgezet worden dat bepaalde typen cellen gemaakt worden. Een verstoring van dit proces kan leiden tot een verstoorde verhouding tussen de verschillende celtypes in het brein. Een groot gedeelte van deze ontwikkeling gebeurt in de baarmoeder,
En om logische redenen is het bestuderen ervan niet gemakkelijk. Ons brein is in vele opzichten dus nog steeds ontoegankelijk. Hoewel moderne beeldvormingstechnologieën zoals MRI ons een blik in de hersenen kunnen bieden, blijft de werking van onze hersenen op cellulair niveau grotendeel een raadsel. In ons lab willen wij deze processen begrijpen. Wij willen begrijpen hoe het menselijk brein zich ontwikkelt, in elkaar steekt en werkt. Is dit puur een academische vraag, enkel gedreven door nieuwsgierigheid? Deels wel natuurlijk. Maar we willen vooral het menselijk brein begrijpen om ziektemechanismen die uniek zijn voor de mens te onthullen. Met andere woorden, we willen het menselijk brein bestuderen om het menselijk brein te begrijpen. Logisch, toch? Wat is er nodig om het menselijk brein te bouwen? We weten wat de natuur nodig heeft. De hele duur van de zwangerschap. 9 maanden is er nodig om alle bouwelementen, cellen van het brein aan te maken. 9 maanden is lang. Maar we weten allemaal dat na 9 maanden we nog maar een babybreintje hebben. Dit is mijn dochter, by the way. En het duurt dan nog eens 20 jaar om via ontwikkeling, ervaring en leren dit brein verder vorm te geven. Eerst in een brein van een kind, dan in een brein van een puber. En ik weet niet hoeveel van jullie hier ouders zijn van een puber. Ik ben er duidelijk één van. En jullie zullen vast allemaal met mij eens zijn dat een brein van een puber op een leeftijd van 16 jaar nog geen afgewerkt product is. Maar het komt goed. Maar hoe kan je dus begrijpen hoe het brein in elkaar steekt als je het niet eerst uit elkaar kan halen? Eigenlijk is het alsof je een kind zou vragen om zijn favoriet Lego speelgoed, hoe dat het in elkaar steekt, maar je het hem verbiedt om het aan te raken. Een oplossing. Het zelf maar in elkaar zetten. Beginnend met de aparte bouwstenen of puzzelstukjes. Dit is precies wat wij en anderen in ons laboratorium doen. We bouwen het brein stap voor stap, laag per laag. Maar anders dan bij het bouwen van bijvoorbeeld een IKEA-kast of tafel, hebben we niet altijd duidelijke instructies. Het is alsof we IKEA-kast in elkaar zetten zonder handleiding. En ik zie bepaalde mensen al denken, zelfs met instructies is dit geen eenvoudige taak. Het is dus eigenlijk puzzelen. En wetenschappelijk werk wordt wel eens vergeleken met puzzelen. Die beeldspraak impliceert echter dat we op elk moment ook al weten hoe dat het plaatje er uiteindelijk zal uitzien. Maar zo werkt het natuurlijk niet altijd. Het puzzelwerk is eigenlijk wetenschap in rust. Alles onder controle. Tot iemand vragen stelt waar anderen niet aan hadden gedacht. Iemand doet een experiment dat resultaten oplevert die de vertrouwde inzichten aan het wankelen brengt. Waardoor ineens een grote sprong voorwaarts wordt gemaakt. Het is wat de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn noemt een paradigmaverschuiving. En zo'n sprong gebeurde er ook in 2006 toen professor Yamanaka en zijn team aan de Universiteit van Kyoto een baanbrekende methode ontdekten om de cellulaire klok terug te draaien. Er werden 4 genen gevonden die de klok van volwassen cellen konden terugdraaien naar hun blanco canvas, namelijk de stamceltoestand. Wat hij heeft uitgevonden is dus niets minder dan de teletijdsmachine van Barabas. En de realiteit van de cellulaire tijdreizen is dat we nu de mogelijkheid hebben om de tijd zowel terug te draaien als vooruit te spoelen. Met het cellulaire tijdreizen hebben we nu dus de mogelijkheid om van één ieder van ons, één welk organisme, stamcellen te maken en deze in het lab weer te laten uitgroeien naar één iedere andere cel. Hoe werkt dit concreet? We nemen bloed- of huidcellen van de patiënt en laten deze door de teletijdsmachine om er weer een stamcel van te maken. Deze stamcel kunnen we vervolgens laten uitgroeien naar eender welke cel. Natuurlijk een hersencel. Dit zijn dus hersencellen met hetzelfde DNA dan het startmateriaal. En met deze bouwstenen kunnen we dus nu aan de slag om het brein op te bouwen. Cellaag per cellaag. Als het ware reverse engineering van het brein. Wat jullie hier zien zijn astrocyten, de ondersteunende cellen, waarop we zenuwcellen kunnen laten groeien en zelfs immuuncellen van het brein toevoegen. Microglia.
Dit laat ons toe om tijdens ontwikkeling de interactie tussen deze cellen beter te volgen en beter te begrijpen. Vervolgens kunnen we niet alleen kijken hoe deze cellen eruit zien, maar daadwerkelijk zien hoe deze cellen met elkaar samenwerken. We kunnen deze cellen ook in driedimensionele structuren laten groeien, breinorganoïden. Deze worden een paar millimeter groter in diameter. Het werk van Sasai en Lancaster waren hier toonaangevend. Zij lieten zien dat door stamcellen de juiste groeifactoren te geven, dat ze in drie dimensies kunnen groeien. En er een structuur ontstond met opmerkelijke gelijkenis met het echte brein. Het is niet alleen verwonderlijk dat dit enigszins kan, maar zelfs meer verwonderlijk is de gelijkenis met het echte brein tijdens de ontwikkeling. En dit alles gebeurt met heel weinig instructies. Het is alsof elke cel intrinsiek weet wat het moet doen en waar het naartoe moet in een organoïde. En als we nu in zo'n organoïde kijken, dan zien we humaan-specifieke cellen, humaan-specifieke structuren, groeien hersenorganoïden opmerkelijk aan dezelfde snelheid als in de baarmoeder, en dus veel trager dan die van een muis of van een aap. U begrijpt het al. Ik zou nog even kunnen doorgaan met het tonen van fantastische plaatjes en filmpjes. Ik krijg hier zelf nooit genoeg van, hier word ik blij van. Maar helaas, mijn tijd is beperkt. Belangrijk echter is te begrijpen dat een hersenorganoïde slechts een primitieve replica is van, het echte brein. Dat maar een deel van de zeer lange ontwikkeling nabootst. Maar het is misschien wel de eerste keer dat we eindelijk een model hebben dat genoeg informatie bevat om breinontwikkeling en ziekte beter te begrijpen. En hier wil ik ook nog even stilstaan bij het belang van fundamenteel onderzoek. De reden dat wij op heel korte tijd geleerd hebben om een brein op te bouwen, is dat we exact wisten welke genen we aan en uit moesten schakelen. We moesten als het ware enkel de IKEA-instructies volgen. En het is natuurlijk geen toeval dat deze instructies zomaar klaar lagen. Dit dankzij tientallen jaren van fundamenteel bazaal onderzoek, veelal in diermodellen, waarvan de onderzoekers waarschijnlijk geen idee hadden dat dit hiervoor zou gebruikt worden. Dus we hebben nu een op zichzelf ontwikkelend menselijk brein, dat we kunnen aanraken, uit elkaar halen en erop bouwen. Zelfs mee kunnen spelen. Het voelt dus bijna zoals je weer een kind bent, maar dan met de vraag van de volwassen persoon. In de komende jaren wil ik dan met ons team deze nieuwe celmodellen inzetten om onderzoek te doen naar zeldzame neurologische ontwikkelingsaandoeningen. Aandoeningen waarvan de genetische oorzaken al gekend zijn. Meer bepaald aandoeningen die de hersenontwikkeling van jonge kinderen aantast, zoals verstandelijke beperking, autisme en epilepsie. Ons genetisch materiaal, ons DNA, bestaat uit een opeenvolging van 3 miljard letters. Een verandering in een van die lettervolgorden kan op zich een belangrijke oorzaak zijn van aangeboren ziekte. De afgelopen 2 decennia zijn mijn collega's, waaronder veel van de afdeling genetica, beter in staat om dergelijke veranderingen op te sporen en de verklaring te vinden voor deze aandoeningen. Met andere woorden, de genetische oorzaken van vele aandoeningen zijn gevonden. Een eerste en heel belangrijke stap. Om jullie een idee te geven, mijn collega's hebben ondertussen fouten in al meer dan 1500 verschillende genen ontdekt. Maar wat we nog onvoldoende begrijpen, is waarom die ene verandering in ons DNA de hersenontwikkeling verstoort. En tot op heden zijn er geen medicijnen. Zelfs niet voor sommige van de meer voorkomende aandoeningen, zoals het autismespectrum. En zelfs voor aandoeningen waarvan de medicijnen voorhanden zijn, zoals ADHD, ernstige depressie, en epilepsie is aanzienlijk deel van de patiënten dat niet reageert op therapie. En de huidige behandelingen richten zich vaak op symptomen en niet op de onderliggende oorzaak. Op de huidige koers biedt de nabije toekomst weinig uitzicht voor verbetering. Met slechts ongeveer 120 medicijnen in ontwikkeling voor hersenaandoening in vergelijking met 3000 voor kanker. In 2022 werden 41 nieuwe actieve stoffen aanbevolen voor goedkeuring door het Europees Geneesmiddelbureau. Geen enkele voor neurologische ontwikkelingsaandoeningen. Dus de biomedische onderzoekswereld ondergaat momenteel een nieuwe paradigmaverschuiving. Die gedreven door de lage slagingspercentage in het huidige proces van medicijnontwikkeling. Verschillende redenen dragen hierbij deze zogenaamde gap in translation,
waarvan er één is dat de beslissing om een kandidaatmedicijn in klinische proeven te testen bijna uitsluitend gebaseerd is op gegevens uit dierproeven. De diermodellen voor neurologische ontwikkelingsaandoeningen hebben hun waarde bewezen voor het begrijpen van de ziektebiologie. Toch moeten we vaststellen dat ze minder succesvol blijken voor het ontwikkelen van therapieën. Er is dus een behoefte aan nieuwe ziektemodellen met verbeterde voorspellende waarden. En ik ben overtuigd dat stamcelafgeleide modellen een belangrijke meerwaarde kunnen zijn als het gaat om de kloof tussen preklinische studies en de patiënten dichten. Helaas is er voorlopig geen magic bullet. Daarom moeten we in de komende jaren vooral blijven inzetten op verschillende strategieën, waarbij we de sterkte van de verschillende modelsystemen ten volle benutten. Maar ook deze kritisch blijven evalueren. Recente technische ontwikkelingen in single-cell sequencing, waarbij DNA afgelezen kan worden van elke cel in een orgaan, heeft ons enorme nieuwe inzichten gegeven in de ontwikkeling van het normale brein, bij dieren en mens. En ook hoe het zich verhoudt tot breinorganoïdes. Dit kan ons bijvoorbeeld helpen bij het maken van de juiste modelkeuzes. Aan de hand van een paar voorbeelden wil ik illustreren hoe wij in de komende jaren stamcelafgeleide modellen willen inzetten. En een eerste voorbeeld die ik wil aanhalen is ons onderzoek naar epilepsie. Epilepsie is een ernstige neurologische aandoening waar zo'n 180.000 mensen in Nederland aan lijden. Er bestaan op dit moment verschillende middelen die in staat zijn om epileptische aanvallen te controleren, de zogenaamde anti-epileptica, die bij ongeveer 80% van de patiënten werkzaam zijn. Hoewel de arts en medicatiekeuze baseert op factoren zoals aanvalstype, syndroomdiagnose, blijft de zoektocht naar de geschikte medicatie wel vaak een trial-and-error-strategie. Hierdoor worden patiënten soms behandeld met medicijnen die achteraf onvoldoende, niet of zelfs averechts blijven te werken. En dit leidt tot frustratie. Maar meest belangrijk tot tijdsverlies bij het jonge kind, waar verloren tijd gepaard gaat met verloren ontwikkeling. Tijd is namelijk cognitie. Elk kind is ook uniek. Ook al hebben kinderen dezelfde vorm van epilepsie, dezelfde fout in het DNA, toch reageren ze niet altijd hetzelfde op de voorgeschreven medicatie. Het is duidelijk, one size does not fit all. Wat als we nu deze trial-and-error-strategie zouden kunnen verplaatsen van de patiënt naar het laboratorium, naar de patiënt in het lab? Met steun van Epilepsie NL en ZonNW hebben we samen met collega's in het Radboud, Maastricht en Epilepsiecentrum Kempenhagen de afgelopen jaren hier belangrijke stappen gemaakt. Net zoals vele aandoeningen wordt epilepsie veroorzaakt door een sterke verstoring van in de communicatie tussen de hersencellen, waarbij hersencellen overmatig actief worden en een tsunami aan activiteit doorheen de hersencellen veroorzaakt, met als gevolg een kortsluiting. Van elke patiënt kunnen wij nu een netwerk maken van zenuwcellen, vertrekkend vanuit de eigen bloedcellen. Deze zenuwcellen laten we vervolgens groeien op slimme petrischalen, die ons toelaten om de communicatie tussen deze cellen af te luisteren, zogenaamde brain-on-a-chip-technologie. En net zoals mensen zijn zenuwcellen graag in contact met elkaar, liefst in een uitgebreid netwerk. Met behulp van elektroden op de bodem van een petrischaal kan de activiteit van deze neuronale activiteit continu worden gemeten. We kunnen nu letterlijk zien hoe een elektrisch signaal van de ene cel naar de andere gaat. Hierdoor kunnen we zien welke cel met welke cel praat, hoe vaak dit gebeurt, wanneer en hoe luid. Nu het beste kan ik dit illustreren hoe wij in ons lab elke dag beginnen met wat ochtendgymnastiek, waarbij elke persoon hier een paar hersencellen voorstelt. Opvallend is dat de communicatie tussen de hersencellen van gezonde mensen volgens een heel regelmatig patroon verloopt, dat weinig onderling verschilt, ook niet tussen de cellen van mannen of vrouwen van verschillende leeftijd. Netwerken van zenuwcellen van patiënten met een eigen vorm van epilepsie, bijvoorbeeld het Dravet-syndroom, laten dan weer een heel ander patroon zien, waarbij cellen overmatig of heel onregelmatig met elkaar communiceren. Een zogenaamd hyperactief netwerk. Aan deze patiënt-eigen netwerken kunnen wij nu ook medicatie toevoegen. En waar we heel enthousiast over zijn, is dat op basis van de eerste resultaten is gebleken dat het toevoegen van bepaalde anti-epileptica de communicatie normaliseert. Op die manier proberen we de werkzaamheid van verschillende anti-epileptica of een combinatie ervan voor een specifieke patiënt te voorspellen.
Is het perfect? Nog niet. Alvorens we deze methode ook bij nieuwe patiënten voor epilepsie kunnen inzetten, moet er nog veel onderzoek plaatsvinden. Eerst gaan we retrospectief kijken naar de eerdere responsen van patiënten op gebruikte medicatie. Door dit te doen kunnen we uitzoeken welk breinmodel de best voorspellende waarde heeft. En hier geldt wel het motto: zo eenvoudig als mogelijk en zo complex als nodig. Mijn toekomstbeeld is dat we voor deze aandoeningen stamceltechnologie kunnen inzetten om van de nu gangbare ziektegeoriënteerde behandeling naar een op patiënten afgestemde behandeling kunnen gaan. Concreet zou het betekenen dat we vroeg uitspraak zouden kunnen doen over het ziekteverloop, dat we beter voorspelling van medicatie en of combinaties hiervan kunnen maken. Bovendien kan deze technologie ook gebruikt worden om patiëntenpopulaties vooraf te screenen om te kijken wie het meeste baat zou hebben bij een nieuw geneesmiddel. Nu, Dravet-syndroom is slechts één voorbeeld. Zoals ik al eerder aanhaalde, zijn er veel zeldzame aandoeningen. Minstens 1500 verschillende waarvan we de genetische oorzaak achterhaald hebben. Als het aan mij ligt, bestuderen we ze allemaal. De reden hiervoor is dat we naast het in detail uitzoeken van mechanismen voor afzonderlijke aandoeningen, we net ook heel veel kunnen leren van wat er gemeenschappelijk of net uniek is tussen de aandoeningen. We hebben hier de technologie voor, de patiënten, nu nog de middelen. Ondertussen zijn we wel reeds begonnen, op een kleinere schaal, met een 20-tal aandoeningen. Vaak aandoeningen die door de klinici hier in Nijmegen voor het eerst in kaart gebracht zijn. En wat ons opvalt, is dat neuronale communicatiepatronen verschillen per aandoening. Sommige geven dan weer een gelijkaardig patroon, wat erop wijst dat ook een gemeenschappelijk onderliggende pathologie is. Dit geeft ons nu ook de mogelijkheid om te testen hoe we medicijnen kunnen hergebruiken. Een medicijn die voor één aandoening werkt, kan zo misschien ook gebruikt worden voor een andere aandoening, die dezelfde communicatiestoornis laat zien. Dit biedt kansen voor zogenaamde drug repurposing studies. In een recent gestart onderzoeksprogramma, Brain Model, gaan we nog een stap verder. Hierin willen we de vertaling maken van wat we in de Petri-schalen meten naar de patiënt zelf en vice versa. We willen van dezelfde patiënt hersenactiviteit meten met een EEG, waarbij elektrodes op het hoofd van de patiënt geplaatst worden. En dan vergelijken met onze brain-on-a-chip-technologie. Zodoende wordt op de verschillende niveaus een maat voor hersenactiviteit gemeten. En dan kunnen we deze met elkaar gecorreleerd worden. Het bepalen van deze hersenactiviteit is klinisch relevant. Onder andere omdat er verschillende medicijnen zijn die deze activiteit kunnen remmen of juist stimuleren. Alleen is nu onduidelijk welk medicijn aan welke patiënt gegeven kan worden. Dit willen we dus nu op een veilige manier in het lab doen. We doen dit allemaal samen in een landelijk multidisciplinair team van onderzoekers. En ik kijk er naar uit om dit de volgende jaren verder uit te werken. Met het TALER-project onder leiding van professor Elgersma willen we dan weer de oorzaak van het probleem aanpakken. Mutaties van neurologische ontwikkelingsaandoeningen die neurologische ontwikkelingsaandoeningen veroorzaken, vinden meestal plaats in één van de twee beschikbare kopieën van een gen. Wat vaak leidt tot de halvering van het genproduct, het eiwit, en dus verminderde functie. Dit betekent echter ook dat er nog één kopie van het onaangetaste gen aanwezig is. Aan de hand van moleculaire tools kunnen we de expressie van het gezonde eiwit verhogen of het effect van de mutatie teniet doen. Hiervoor zijn de laatste jaren verschillende strategieën ontworpen, onder andere zogenaamde antisense oligonucleotiden, of AONs. De recente goedgekeurde AON-therapie Spinraza voor spinale spieratrofie is levensreddend geweest. Er lopen ook trials voor aandoeningen voor de ziekte van Huntington en ALS. Gelijkaardige aanpak is theoretisch ook mogelijk voor zeldzame neuronale ontwikkelingsaandoeningen. Onze recente analyse laat zien dat potentieel 30% van de mutaties in aanmerking kunnen komen voor zo'n strategie. En ook hier, omdat de mutaties patiëntspecifiek zijn, vormen patiëntafgeleide modellen een ideaal en misschien ook wel het enige modelsysteem om deze therapieën uit te werken. Ik begon vandaag met Oasi met te vertellen dat de ontwikkeling van het menselijk brein op vele vlakken uniek is vergeleken met andere zoogdieren.
Maar wat zorgt ervoor dat ons brein nu zo uniek is? Het antwoord ligt in ons DNA. Hoewel er meer dan 98% gelijken is tussen het erfelijk materiaal van de chimpansee en die van de mens, zijn beide hersenen best verschillend. Als we naar de verschillen in het DNA kijken, dan zien we dat tijdens de evolutie delen van het DNA gedupliceerd zijn, waardoor nieuwe genen ontstaan zijn, met nieuwe functies. Ook zijn verschillen in DNA met onze naaste voorouders, Neandertalers, de afgelopen jaar in kaart gebracht. Hier hebben meer subtiele veranderingen plaatsgevonden, waarbij op verschillende plaatsen telkens één letter veranderd is in ons DNA. Interessant is dat deze verandering vaak hebben plaatsgevonden in de buurt van genen die betrokken zijn bij hersenziekten. Veranderingen die ons evolutionaire voordelen hebben gegeven, hebben ons misschien tegelijk ook vatbaarder gemaakt voor aandoeningen. We kunnen dit nu onderzoeken. We kunnen nu zenuwcellen maken van apen en die vergelijken met die van de mens. We kunnen ook evolutionaire veranderingen in het DNA van apen aanbrengen of net ongedaan maken bij de mens. We kunnen als het ware nu ook miljoenen jaar terug in de tijd reizen. Dit geeft ons een fascinerende mogelijkheid om direct de biologie van de evolutie te onderzoeken. Het laat ons toe om hersenziekten te begrijpen door de lens van de evolutie, of andersom, evolutie te begrijpen door de lens van hersenziekten. Ik heb de afgelopen 32 minuten hopelijk mijn fascinatie voor het brein en stamcelafgeleide modellen kunnen overbrengen. Natuurlijk zijn deze modellen nog niet perfect. Er moet nog verder worden gebouwd. En regelmatig hoor je wel eens kritiek op het feit dat deze modellen nog niet dezelfde maturiteit vertonen als de echte hersenen, of ze nog niet robuust genoeg zijn. Alhoewel deels terecht, is dit niet net de reden om door te zetten en verder te investeren. We mogen niet vergeten dat de paradigmaverschuiving die ik eerder aanhaalde nog maar net heeft plaatsgevonden. De eerste breinorganoïden zijn nog maar 10 jaar geleden voor het eerst ontwikkeld. En wie had toen kunnen denken dat we nu organoïdes kunnen maken die verschillende hersengebieden vertegenwoordigen en die we vervolgens aan elkaar kunnen koppelen, die bloed, vaten of immuuncellen bevatten, of gekweekt kunnen worden met twee retina's, of nog spectaculairder, dat je een breinorganoïde zelfs kan aanleren een spelletje te spelen. Hier bijvoorbeeld het pongspel. Het mag duidelijk zijn dat de snelheid waarmee we vooruitgang boeken enorm is. En zoals bij elke nieuwe uitvinding of technologie volgt deze de hype cycle van Gardner. Initieel is er heel veel opwinding en the sky is the limit. Deze fase wordt vaak vervolgd door een fase van realisme of zelfs desillusie, omdat de beperkingen zichtbaar worden. En als alles goed gaat, gaat deze over naar een plateau van productiviteit. En ik geloof dat we hier nu beland zijn, op het plateau van productiviteit. We zijn hier heel snel beland. Mede mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen die parallel hebben plaatsgevonden. Dankzij het cellulaire tijdreizen van professor Yamanaka kunnen we van elke cel een andere cel maken. We kunnen de 3 miljard letters van ons genoom 1 voor 1 aflezen. We kunnen genexpressie in afzonderlijke cellen bepalen. We kunnen vervolgens elk van deze 3 miljard letters aan de hand van moleculaire scharen veranderen naar wens. Ten slotte kunnen we elke cel met milliseconden precisie ook aan- en uitzetten door middel van licht, zogenaamde optogenetica. Wat hebben we nog meer nodig? Misschien het belangrijkste in de wetenschap. Goede vragen. En Robert Dijkstra, onze minister van Onderwijs en Wetenschap, zei ooit: de wereld en de wetenschap zijn als een grote bouwdoos vol feiten, inzichten en begrippen. Het is een menselijke verbeelding die al die stukjes aan elkaar past en er een geheel van maakt. Verwondering en verbeelding zijn echter geen bestelbare zaken. Deze elementen zijn van onschatbare waarde voor wetenschappelijk onderzoek. En daarom is het van essentieel belang dat wij onderzoekers de ruimte, tijd, maar ook het vertrouwen krijgen dat nodig is. Soms moeten we langdurig speculeren, experimenteren, voor we iets van waarde ontdekken. In mijn carrière heb ik het geluk gehad dat mijn mentoren me telkens vertrouwen hebben gegeven. Was het nu aan de KU Leuven bij professor De Smet, in Cold Spring Harbor bij professor Van Aalst of hier aan de Radboud bij professor Van Bokhoven. Telkens voelde ik enorm veel vertrouwen. Het zorgde ervoor dat ik vooral kon genieten van het onderzoek. En dit kwam mijn creativiteit zeker ten goede. Deze benadering staat echter
in contrast met de heersende tijdsgeest. Tegenwoordig leggen instituten, ziekenhuizen en financieringsinstanties sterk de nadruk op meetbaar nut, directe impact, economische waarde en relevantie. Deze focus is begrijpelijk, aangezien we allemaal willen dat het belastingsgeld goed wordt besteed. Aan de andere kant kan het streven van gegarandeerde resultaten, zoals we vaak in grootschalige projecten zien, leiden tot een cultuur van behoedzaamheid. Echter, door te veel op veilig te spelen, beperken we de mogelijkheid om grote sprongen voorwaarts te maken. Dit kan alleen maar gebeuren als we de vrijheid blijven krijgen om diep en langdurig te onderzoeken hoe de natuur in elkaar zit. Want veel erger dan wetenschap die niet onmiddellijk nut heeft, is wetenschap die op routine speelt. Uiteindelijk kan niemand voorspellen wat de impact is en de economische waarde is op termijn van wetenschap. Kennis is namelijk nooit nutteloos. Vorige week nog werd de Nobelprijs uitgereikt voor onderzoek naar mRNA-vaccins, waar jarenlang weinig of geen interesse voor was. Tot de toepassing voor het COVID-19-vaccin. Bouwen aan het brein van de toekomst is natuurlijk veel meer dan alleen maar wat breintjes in petrischaal maken. Het zijn de jonge promovendi en postdocs die de toekomst zijn. Zij doen niet alleen het werk, maar zijn de toekomstige leiders in het veld. De nadruk op meetbare en directe impact zien we ook bij hen. Bij opleidingsplannen van onze jonge promovendi wordt al bijna vanaf dag 1 gevraagd welke hoofdstukken hun proefschrift zal bevatten. Tegelijkertijd wordt heel veel van hen verwacht. Ze moeten dan heel snel in alles uitblinken. En ik heb de indruk dat de laatste jaar alleen maar meer en meer van hen wordt verwacht. Bij het vieren van mijn benoeming vorig jaar verwoordde mijn broer, die helemaal niets met onderzoek te maken heeft en dus echt een outsider is, het als volgt. Wetenschappelijk onderzoek doen is het talent om in de juiste richting te kijken en te lopen en onderweg vooral niet vergeten de bloemen te plukken. Ik maak me zorgen dat vooral voor de jonge generatie de tijd en ruimte voor verwondering steeds maar beperkter wordt en er dus geen tijd en aandacht meer is voor de bloemen. Tegelijkertijd zijn er meer en meer richtingen om naartoe te lopen dan vroeger, wat de keuze misschien ook nog moeilijker maakt. Ook wordt de nadruk misschien te veel gelegd op de eindbestemming en te weinig op de weg ernaartoe. Maar er zijn ook positieve veranderingen. Onder andere het erkennen en waarderen programma is belangrijk om een grote diversiteit aan talenten kans te geven. Het overgaan naar een narratief cv is echter geen wondermiddel. Maar het moet misschien een katalysator zijn om betere manieren te vinden om onderzoekers te beoordelen. Bouwen aan het brein van de toekomst betekent meer dan ooit. Luisteren naar, investeren in, ondersteunen van en vertrouwen geven aan de jonge generatie. In mijn ideale wereld zie ik dat een universiteit of medisch centrum vooral een huis van vertrouwen en verwondering moet zijn, want dan pas ontstaan er ongelooflijke dingen. Bouwen aan het brein van de toekomst doe je natuurlijk niet alleen. Het belang van vertrouwen heb ik al uitvoerig aangehaald. Met mijn afsluitende woorden wil ik eerst het college van bestuur van de Radboud Universiteit en de raad van bestuur van het Radboud UMC danken voor het vertrouwen dat u mij gesteld wordt. Hooggeleerde De Smet, beste Humbert. Het doet mij ongelooflijk veel plezier dat je hier vandaag aanwezig bent. Ik kan met overtuiging zeggen dat zonder jouw vertrouwen en mentorschap ik hier nooit was beland. Jij bent een mentor die ik iedereen zou toewensen. Je passie voor wetenschap is zo aanstekelijk. Naar jou luisteren was vaak veel efficiënter dan zelfs artikels lezen. En wie met jou gewerkt heeft, weet wat ik bedoel. Voor mij ben jij ook het prototype van de wijze professor. Hans, aan jou heb ik veel te danken. Nu, 13 jaar geleden, heb je mij de positie van UD aangeboden. Nog op dezelfde dag als mijn interview. Je had duidelijk vertrouwen in mij. Dit heb je al die jaren op allerlei manieren laten blijken. Toen ik begon, eerst nog bij de afdeling Cognitive Neurosciences, was er zelfs geen labruimte en ook geen ambitie om met stamcellen te werken. De eerste 5 jaar heb ik met zeer weinig succes grants aangevraagd op dit onderwerp. Dit is de afgelopen jaren anders. Het onderzoek is spectaculair gegroeid. Samen met de groep van Dirk vormen wij al een paar jaren een research group avant la lettre.
Toen enkel het PI-systeem nog bestond, hadden wij al lang beslist om heel nauw samen te werken op het gebied van onderzoek en onderwijs. Ik denk dat we samen trots kunnen zijn op wat wij hebben neergelegd. Dirk, daar zit je, daar. Jij was er vanaf dag één bij. Onze onderzoekslijnen zijn mooi in elkaar verweven. Onze groepen werken fantastisch samen. Jij bent ook altijd mijn eerste klankbord. Als ik een nieuw idee bij jou pitch, dan weet ik gelijk aan je reactie of het goed is of niet. Dat we echt samenwerken, kan ik afleiden uit het feit dat we de ideeën vaak niet langer kunnen herleiden naar één persoon. Lot, onze nieuwe aanwinst, microglia-specialist. Ik kan niet wachten tot de nieuwe spannende onderzoekslijnen die we samen gaan uitzetten. Hoewel je nog maar een jaar geleden begonnen bent, is je impact al heel duidelijk voelbaar. In de positieve zin natuurlijk. Han, je letterlijke en figuurlijke schouderklopjes doen wonderen. Je wist veel eerder dan ik zelf dat het goed ging komen. De inspirational lunches, goede raad en fijne gesprekken zal ik missen. Samen met Barbara hebben jullie mij figuurlijk en letterlijk de ruimte gegeven om dit soort onderzoek te bouwen. Dank hiervoor aan beiden. Binnen de afdeling genetica, het ziekenhuis en daarbuiten heb ik het geluk om samen te werken met klinici zoals professor Tjitske Kleefsta, Bert de Vries en David Kolen. Bert, je aanwezigheid in onze wekelijkse labmeetings is van goudwaarde. Je kennis, enthousiasme, maar ook kritische blik zorgt er telkens voor dat we niet vergeten waarom we doen wat we doen, namelijk voor de patiënt. And then, I would like to thank all former and current members of my research group. Probably the nicest part of my job is to see how each of you develops, each in his own way. Truly, nothing would have been achieved without your dedication, hard work and team spirit. I want to thank Vivian, Marco and Martin. It's so nice to see you have come all the way from the UK today. You three started the lab, a small group working on a very different methodology than today. Nevertheless, you set the standard for the lab. I would like to thank all the other PhD students and postdocs who spent hours and hours in the cell culture lab to keep making new and more advanced brain models. It's a long list, but you all deserve to be named. Monique, Nikki, Marijn, Jan-Ruben, Jori, Jan-Fen, Catherine, Monica, Teun, Britt, Anouk, Broek, Ilse, Shen, Moritz, Jason, Eline, Ellie, Xuming, Umi, Marina, Rachel, Imke, Emma, Kate, Nicoletta, Marie, Pauline, Kim, Annemiek, Annika, Nikki, Denise, Lisa, Max, Naoki, Sophia, Nikki, Carlos en Vedrana. I just realized how many Nikki's we have in the lab. Astrid, Chantal en Kaman, thank you for running the lab, for being my eyes and ears in the lab, for keeping me grounded. I cannot imagine a lab running a lab without you. I also want to thank all the students who have completed their internships with us and have made their own contribution to the bigger picture. The outside world only sees the results, but they don't see the countless hours you all spend in the lab, the troubleshooting, the trial and errors, the failures. Working with a diverse group, a much younger generation, is sometimes challenging, but mostly enriching and inspiring. You all have helped me become a better scientist, a better mentor, but also a better person. Thank you for that. Enough reasons to celebrate tonight. I would like to thank all the collaborators with whom I enjoy working, many of you present today. Ik zou al de vrienden, familieleden hier aanwezig of ergens in de wereld meekijkend willen bedanken voor hun aanhoudende steun. In bijzonder mijn grote broer, groot voorbeeld. Je hebt me altijd gesteund, vertrouwen gegeven en in mij geloofd. Vaak ook van op een afstand, maar ook dan wist ik dat ik altijd op je kon rekenen. Je hebt laten zien dat je met passie het verschil kan maken in deze wereld en dat je vooral dicht bij jezelf moet blijven. En natuurlijk ook dank voor deze prachtige binnenvoering van mijn Torah. Als je onze kinderen zou vragen, dan zullen ze zeggen van dat we op elkaar lijken. Anderzijds zijn we ook wel heel verschillend. Jij bent een ingenieur en je gebruikt je creativiteit om nieuwe dingen te bouwen die nog niet bestaan. Ik ben een wetenschapper en gebruik mijn creativiteit om te begrijpen
hoe de bestaande dingen in elkaar zitten. En mooi om te zien hoe jij en Ella gebouwd hebben aan drie fantastische breintjes. Meiden die daar zitten. Daria. Ja. Misschien luister ik de volgende keer wel naar jouw wetenschappelijk praatje. Kijk er alvast naar uit. En dan tenslotte een woord voor diegenen die het mij het meeste dierbaar zijn. Sarah Misset. Sarah, sorry voor de foto's. Je weet het, papa maakt altijd slechte grapjes. Maar ik kan moeilijk geloven dat je al 16 bent. En je brein is nog volop in ontwikkeling. Maar mooi om te zien hoe je ontwikkelt. Nu al ben je een geweldig lieve en slimme meid geworden. Ik ben zo benieuwd naar de weg die je gaat volgen. Misset. Het is een lange weg geweest. Nu bijna dag op dag, 21 jaar geleden, in Zuid-Afrika tegenkomen. Via Japan, Leuven en New York zijn we vol places in Nijmegen beland. Wat is de tijd snel voorbij gegaan. We hebben het hier samen goed. De laatste keer dat jij een praatje van mij hoorde, was tijdens mijn promotie, nu ook alweer 19 jaar geleden. Toen moest ik mijn dankwoord nog in het Japans doen. Sindsdien is mijn Japans niet beter geworden, maar jouw Nederlands wel. Al die tijd heb je mij door dik en dun gesteund. Zonder jouw onvoorwaardelijke steun zou ik hier niet staan. Jij beoordeelt mij niet op het aantal papers, impactfactoren of grinds, maar eerder op mijn kookkunsten of het gebrek eraan. Jij helpt me alles te relativeren en houdt me met beide voetjes op de grond. Ik hou van je. Ik heb gezegd. Professor Nadief Kasri, hartelijk dank voor uw indrukwekkende reden waarin u aangeeft wat de creatieve kracht is van fundamenteel nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek dat hand in hand gaat met klinische vraagstellingen. Heel indrukwekkend. En uw onderzoek roept ook vragen op. Over kunstmatige intelligentie wordt vaak de vraag gesteld van leidt dat tot een hogere mate van intelligentie dan degene die het programmeren. En die vraag kun je natuurlijk ook stellen ten aanzien van de breinen die u creëert. Zijn die breinen op een gegeven moment krachtiger dan uw eigen brein? Nou, wat uw oratie mij in ieder geval aangeeft, dat die tijd nog lang zal duren voordat de breinen die u creëert uw eigen brein zullen overtreffen. Maar het is natuurlijk een intrigerende vraag. Wat mij ook intrigeert en ook aanspreekt, is uw verhaal over maakbaarheid. Natuurlijk is er de ethische vraag over maakbaarheid van het leven. Maar u heeft het ook over maakbaarheid van onderzoek, waar bestuurders en subsidieverstrekkers soms milestones vragen te formuleren over wat je over een aantal jaar gaat ontdekken. Wat eigenlijk maakt dat je dat helemaal niet meer hoeft te doen als je dat al weet. En wat dat betreft stelt u die praktijk ook aan de kaak en vraagt u om ruimte. En misschien dat een van de manieren om dat te beïnvloeden is het creëren van organoïden van breinen van bestuurders, waarbij u misschien ook de aberrante communicatiepatronen in die breinen wat beter leert begrijpen. En ik wil daar graag een huidcel van mezelf voor beschikbaar stellen. Tot slot ook nog de intrigerende vraag over de kwaliteiten die u benoemt, die zo ongelooflijk belangrijk zijn voor onderzoek, maar misschien ook wel voor het leven. Vreugde, verwondering, nieuwsgierigheid, samenwerking. Gaat u dat op een gegeven moment ook aantreffen in uw petrischalen? Lachen de cellen u toe? Of is dat nou een kwaliteit die misschien iets is wat nooit in een petrischaal te treffen is? Veel vragen die ook onderwerp zijn voor gesprek. En dat is denk ik ook de betekenis van een oratie, dat er over gesproken blijft worden. Ik weet wel dat er ook thuis nog enige gesprekken gevoerd zullen worden over uw opmerkingen over het puberbrein. Maar dat terzijde. We zijn aan het eind gekomen van deze plechtigheid en ik wil u, uw collega's, uw afdeling, het Radboud UMC en de universiteit van harte feliciteren met uw benoeming. En wij gaan nog veel met elkaar meemaken. U zult zo dadelijk naar beneden gaan en daar is de gelegenheid om elkaar te treffen om verder te praten over uw oratie en u ook geluk te wensen.
Aan het einde van deze plechtigheid wil ik u verzoeken te gaan staan, zodat wij deze plechtigheid kunnen afsluiten. En dat doe ik met de volgende woorden. Gratias tibi argemus, omnipotens Deus, pro omnibus beneficiis tuis, qui vivis et regnas per omnia secula seculorum.